Sombere gezichten op de bank van de trotse koploper Olhaco. Er is amper 20 minuten gespeeld en het staat al 14-24 voor Huizen. Setpoint dus. Trainer Martin Oude-Egbrink van Olhaco had vooraf geen enkele informatie over Huizen. Ja, dan is het lastig spelen, moeilijk te verwachten wat de tegenstander doet. Maar ze spelen erg goed. En hier een goed blok. Maarten Rebel was dat. De eerste set is binnen voor Huizen. Maar in de tweede set ziet het publiek in Hogeveen gelukkig dat de ploeg wat beter gaat spelen. Het is 17-15. En hier is het Sander Kemperman. Dit keer niet had, maar geplaatst. 18-15. En ze gaan door. Olhaco houdt het initiatief. Het is 24-21. Setpoint dus. En het is weer Sander Kemperman. Hij ging steeds beter spelen. 1-1 in sets. Maar die derde set lijkt wel weer op een kopie van die eerste set. Olhaco loopt weer achter de feiten aan. Edwin Homan. En dan gaat hij nog een keer een kans krijgen. Maar dit keer treft hij het blok van Martin Grotenhuis. 15-20 voor Huizen. Ja, ze gaan door. Setpoint 24-19. Kemperman wordt weer gezocht. Maar kan het gaatje niet vinden. Geen goede paas hier. Hier valt niets meer mee te beginnen. 2-1 voor Huizen. Wie had dat vooraf verwacht? De koploper staat achter. Ja, dan komt het op mentale weerbaarheid aan. En daar is de afgelopen week nog extra op getraind. Heeft de ploeg op dit moment hard nodig. Want er wordt gestreden werkelijk waar voor ieder punt. En Onvlees zoekt steeds vaker Kemperman. En die maakt het hier snoeihard af. Prachtig punt. En hier staat het inmiddels 24-19 in die vierde set voor Olhaco. En een goed blok hier van Kemperman. En Bishop. En we krijgen een beslissende vijfde set. 25-19 werd het. En in die vijfde set komt het erop aan dat je goed begint. Het duurt maar tot 15 punten. En Olhaco begint goed. 4-1 wordt het hier. Ja, zo'n kans hoef je Paul de Vries niet te geven. En ze gaan verder. 5-3 nu. En dan zit ook alles mee. Het is weer Homan. Hij heeft een klein beetje geluk. Hij haalt het punt wel binnen. We maken een sprongetje. Staat inmiddels 10-4. We hebben van helft gewisseld. En dit wordt het mooiste punt van de hele wedstrijd. Hoe Homan dit doet, hij kan het later niet navertellen. Maar de bal blijft in het spel. De spelverdeler Stefan Onvlees zoekt weer Homan. En maakt het hier prachtig af. Schitterend punt. En met dit punt is eigenlijk de wedstrijd beslist. Het wordt 11-4 en even later staat het zelfs matchpoint. Lijkt hier al gewonnen te worden, maar Huizen blijft vechten. Maar dit is Paul de Vries. Hij slaat het winnende punt binnen. Olhaco moet knokken, maar wint uiteindelijk deze wedstrijd wel met 3-2. En de extra mentale training deze week kon de ploeg goed gebruiken. Ja, we hebben gewoon een hele goede tegenstander gehad. En die tegenstander, ja goed, daar had je echt wat mentale weerbaarheid voor nodig. Ook op momenten dat het niet goed. Ja, ik heb op een gegeven moment een time-out gezegd van, jongens, wees niet zo paniekachtig. Ga van jezelf uit. En ja, die mentale weerbaarheid heeft ze er volgens mij wel doorheen gesleept deze dag. Ja.